Ik heb het idee dat ze nog echt gaan versoepelen ook. Ik weet nog niet of dat meteen de 28e is of dat ze een week hier gaan wachten. Tenminste, dat het dan vanaf de 3e, vanaf een maandag of zo. Het mooie weer komt natuurlijk ook eraan. Als je bij buienradar kijkt, dan zie je wat de avondtemperaturen. Deze week nog even dat dippie. Om daarna toch echt wel boven de 6 graden te blijven. Die kou die uit de grond vandaan komt, omdat het water elke keer lager gelegd wordt. Daar zit natuurlijk gewoon een bepaalde energie aan. En ik ben sowieso van wat hun zeggen dat corona is, dan ben ik een corona ontkenner. Corona hangt in de lucht. Als jij denkt dat je met een mondkapje, dan ben je nog steeds aan het ademen. Dus die adem, die lucht die bij jou binnenkomt, daar zit het gewoon in. Door die frequentie die op aarde zit, als je dat inademt, de emoties, die stuurt dat allemaal. Dat is ook echt waarom het vage vuur nou gewoon in jou zit. Je gaat meer geloven in wat jij gelooft en je bent je eigen bubbel bij aan het versterken. Zeker als je in programma's hangt en de dingen niet kan herkennen. En nu is gewoon overal afleiding om jou maar niet te laten resoneren in het lichaam met die frequenties. Dus iedereen die moet bang en boos zijn. Of het allemaal niet snappen of twijfel hebben. Veel mensen raken daar verward van. Die kunnen het niet als een drijfveer nemen en dan plankgas. Maar gewoon met al dat valse licht wat nu ook overal bezig is, is het net alsof ze jouw geest willen afpakken. En je ziel kapot willen maken. En je alleen maar het emotieveld intrekken. Met jouw gevoelens in het emotieveld en meteen gedachten of zo daaraan koppelen. Mensen die het ego willen. Het ego is jouw hele ik, jij. Die sowieso al beslist dat hij het beter wil gaan doen. Dat hij wil gaan mediteren. Dat hij een beter mens wil zijn. Dat hij alleen maar liefde en geen kwaad wil. Dat is jouw ego die dat allemaal wil. Dat is jouw geest. Iedereen hier op, en alles wat hier op aarde is, met planten en zo, alles leeft. En omdat het leeft, komen de velden omheen en creëren ze een ziel. Maar God, die heeft de mensen de geest gegeven. Daarmee een soort van zijn bewustzijn aan ons gegeven. Nu mogen open, zit ik hier al in mijn eigen vessel, in het alles. Als ik mijn ogen dicht doe, ben ik in dat alles, dat bewustzijn. Maar ik ben wel mijn unieke ik. En iedereen is uniek en zo hebben we vet veel verschillende soorten mensen die allemaal hetzelfde bewustzijn dragen, maar die allemaal uniek zijn. En dat wordt echt gewoon, na de opstanding wordt echt geest, ziel en lichaam, dat wordt weer één. Als jij dan je geest weggedaan hebt, of je geest verzwakt hebt, als een of andere mogol alleen nog maar heel basis kan denken of zo. Dat echt deze coronatijd, dat die echt wat met jouw hersenen heeft gedaan. Net als dat het bij veel mensen wat met hun normen en waarden hebben gedaan. Nu overal het kwaad herkennen en dan zelf kwaad gaan doen. Zoveel misleiding is overal. En mensen die luisteren er ook gewoon naar en doen eraan mee. En hoeveel berichten ik op Facebook wel voorbij zie komen. En dan praat ik niet over dat mensen bij een vriend of vriendin reageren. Maar die reageren op pagina's. Dat ik denk, oké, jouw mening moest echt per se daaronder. Dit gaat echt
Mensen zijn zo met hunzelf dat het heel logisch is dat hele moment zeggen, kom uit je ego. Ontwikkel dat. Maar ja, mensen zijn gek aan het doen, hè, in deze paniektijd. Niemand weet meer hoe je zich moet gedragen. Denken allemaal, we doen het met het hart. Ja, je hart wordt misleid en als jouw geest, jouw verstand niet bij je hart is, dan zal het heel makkelijk zijn. En als jij dan ook nog gaat denken met jouw normen en waarden, en dat zonder geest, ja, nu gaan dus de regels weer even versoepeld worden. Dus ga gewoon spelletjes blijven spelen tot de babyboomers doodgaan. En dan gaan ze keihard. Mensen moeten echt uitkijken met dat valse licht wat overal is. Zichzelf niet gek laten maken. Als je gelovig bent, zou ik je echt gaan verdiepen in je chakra's en de verzegelingen ontkoppelen en het licht laten stromen. Als je spiritueel bent, dan zou ik echt je ziel vinden en God daar toelaten. En al die mensen die maar blijven slapen, die steeds verder hun bewustzijn naar beneden aan het brengen zijn, de duiveltjes, demoontjes naar binnen toe laten brengen, zelf het kwaad aan het worden zijn wat ze niet willen, daarmee de boel versterken. Mensen die de vaccinaties maar blijven nemen. En, gewoon mensen die nog steeds diehard gaan op mondkapjes, alleen in de auto. Verstand wordt gewoon steeds lager. Het is niet zo heel moeilijk om te weten waar je anderhalf jaar geleden zat met je verstand. Al die conspiracies. Als je dat nu nog steeds niet kan zien als esoterie en je heel erg druk wil maken en denkt dat jij het verschil gaat maken. Iedereen moet gewoon wakker worden. Maar niet dat Jensen wakker. Mensen moeten gewoon echt groeien in het bewustzijn. Mensen moeten echt hun verstand bij hun hart brengen en dan vanaf hun hart handelen. Ja, al die spelletjes die overal gespeeld zijn. Mensen hebben zelfs kunnen zien welke spelletjes er met mij gespeeld zijn. Door Inge, door een Chris en iedereen die blijft daar maar leuk omheen doen. Dat al die mensen die daar in die chat aan het reageren zijn, die horen ook gewoon bij het project van de RIVM. Wakker Nederland. Die horen er gewoon bij. En, ik ben ook een lijstje al aan het schrijven met gewoon alle namen erop die te maken hebben met dit project. En als jij daarop staat en denkt, ja, dat je. Zo laat jij jezelf zien dat andere mensen jou op lijstjes gaan inzetten. Maar nog steeds gaat er in de zomer een gesprek plaatsvinden en dat gaat alles veranderen. En wat dat is, wie dat is, dat snap ik allemaal niet. Maar het gaat belangrijk zijn. En dat gaat bij zoveel mensen het masker aftrekken. Dat er niet bij 10 controlled opposition of opposition de maskers af gaan vallen. Maar dat er bij heel veel de maskers gaan afvallen. En daaromheen hangen een heleboel wakkere mensen. Dus dan gaat het heel erg, dan gaan mensen echt, mensen gaan er echt gestraft worden. Als ze weten wat hun echt gedaan hebben deze tijd, dat spelen met de mensen, die gaan echt gestraft worden. En als God dat niet doet, dan gaan de mensen dat zelf doen. Gooi je frequentie omhoog en voel wat je denk wat je voelt. Dan ga je echt waarnemen en dan ga je die energie ook herkennen.